Maar Noortje, zou jij nog een keer kunnen uitleggen? Ja, geen probleem. Ik heb de laatste maanden stage gelopen bij Naturalis voor mijn eindstage van mijn MBO toegepaste biologie. En als eindscriptie heb ik een nieuwe soort beschreven. Ja, en hoe heb je dat? Ja, dat gaat niet zomaar natuurlijk. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, allereerst heb ik veel literatuuronderzoek moeten doen om te zien of er niet eerder onderzoek naar was gedaan. En om te kijken of er ook onderzoek is voor zussensoorten waar ik mijn onderzoek bij kan betrekken. Ten tweede heb ik heel veel theorie gekregen van mijn begeleider, aangezien ik hier wel helemaal nieuw in was. Vervolgens hebben we alle zussensoorten erbij gepakt, het uiterlijk vergeleken. En vervolgens hebben we alles onder de microscoop gelegd, want bij de genitalen van vlinders kan je echt de conclusie trekken. En dat zijn hele kleine verschillen, dus je hebt een aantal begrippen waar je wel goed naar moet kijken. En het verschilt een beetje per genus waar je mee zit en waar je op moet letten. Ja, dus je was er niet echt gericht naar op zoek, zeg maar. Nee, klopt. Mijn begeleider had een soort voor mij, Cyme reticulata. En hij heeft daar eerder variaties in het patroon van de vleugels gezien. Maar zulke variatie kan je ook hebben hè, wanneer ze net meer of minder eten hebben gehad. Of zelfs wanneer ze in het dal of in de bergen geboren zijn. Dus dat verschil dat ligt echt aan het genus hoe groot dat moet zijn. Dus inderdaad, die genitaliën die geven echt de doorslag. Ja, en wordt er dan nu ook meer onderzoek gedaan naar die vlinder? Of hoe zit dat? In mijn publicatie heb ik wel aanbevolen om dit genus verder te onderzoeken. Dit onderzoek is namelijk voor het laatst bekeken in 1871. 1861. Dus dat is best wel een tijdje geleden. En in die tijd hadden ze nog niet de technieken om echt naar de genitalie te kijken. Dus veel soorten zijn beschreven enkel op het uiterlijk. Wat betekent dat in het genus wel soorten zijn die niet echt soorten, maar dus gewoon een verschil in uiterlijk zijn. En er zullen ook vlinders zijn die als uiterlijk verschillen zijn beschreven, maar die eigenlijk gewoon echt een nieuwe soort nog zijn. Ja, en wat was jouw reactie toen je hoorde dat je een nieuwe vlindersoort had ontdekt? Ja, echt trots en eigenlijk ook wel verbazing, want we hadden het eigenlijk niet meer verwacht. We dachten dat we de zussensoort hadden gevonden waar die onder zou vallen. Maar uiteindelijk was het toch echt anders. En als bevestiging heb ik nog contact opgezocht met specialist Anton van Linken. Dat is een Russische specialist die echt heel veel werkt met beervlinders. Die heeft inderdaad bevestigd dat dit echt duidelijk een nieuwe soort is. Ja, en mocht je me dan ook eigenlijk zelf een naam geven of? Ja, er zijn wel een paar regels aan verbonden. Het ligt een beetje aan wat normaal is in het genus. In dit genus was het normaal om echt het uiterlijk van de vlinder toch nog in de naam terug te geven. Mijn vlinder was iets meer contrastrijk en iets kleurrijker dan de zustersoorten waar die het dichtst bij verwant was. Ik heb hem dan ook Laeta genoemd. Dat is Latijns voor contrastrijk en kleurrijk. En tegelijkertijd betekent het ook blij en verrast. Een beetje kleurrijk, verrast, feestelijk. Wat toch wel echt mijn reactie was op deze nieuwe soort. Ik vond het heel leerzaam. Nooit over nagedacht dat je zoveel nieuws kan ontdekken tijdens je stage. Laat dat ook meteen voor iedereen een motivatie zijn om extra je best te doen als je ergens stage mag lopen. Naturalis, die hebben er denk ik aangegeven dat jij voor altijd naar binnen mag, als je dat maar wil. Heb je een lifetime abonnement gehad? Een abonnement niet per se, maar ik heb zeker nog contact met de vlinderbeheerder daar. En ik ben altijd welkom als vrijwilliger. Oké, hartstikke leuk. Floortje die heeft dus een nieuwe vlindersoort ontdekt tijdens de stage in Naturalis.